Een goedemorgen. Ja, het is weer maandag. Dus wat gaan we doen? Wil ik het trainen. Je zou wel zien dat ik een hele grote glimlach over gezicht heb. Maar ik vertel even niks. Dus, wat ga ik vandaag doen? Nou, ik ga dus lekker trainen. En als het droog is, ga ik nog even fietsen. Ja. Dat ga ik doen vandaag. Ik moet wel om 11:30 al thuis zijn. Nou. Wat heb ik als ontbijt? Als ontbijt heb ik... Moet je er nog even uit? Nou ja. Als ontbijt heb ik twee... ijsjes. Het is weer maandag, hè? Dus trainen. En een kop Griekse yoghurt met havermoutvlok. Met havervlok. En hoe heet dat spul? Kaneel. En die zit nog een beetje te eten. Dus. Maar ja. Ik heb niet zo geweldig geslapen. Maar ja, dat zal wel door de kou komen, want ik had kramp in mijn linkerbeen. Dus. Nou, ik zie jullie weer later. Goedemiddag, we zitten weer aan de lunch. Ik heb weer heerlijk getraind. Beetje te zwaar, maar ja. Ik heb pijn in mijn armen. En, tenminste in mijn biceps en in mijn borst. Ja, geen hartaanval. En in mijn buik. Dus dan weet u wel wat ik weer gedaan heb. Een beetje power. Dus. Ik moet even op een pakketje wachten. En dat is niet waarom ik glimlachte vanmorgen. Ik glimlach nog steeds. Maar, nee. Ik heb hier. Ik heb een salade met. Die ik gisteren ook had, van die ijsberg salade. Ik had weer te veel gemaakt zoals altijd, maar dat maakt niet uit. Ik heb een makreel erin gegooid, want de makreel is goed. Vette vis. En deze is wel heel erg vis, vet. Vies. Ik heb er weer een heet in de pens erbij voor te herstellen, want ja, ik ben toch wel ben blij dat ik vanavond geen tja-tja heb, want ik ben echt een beetje moe. Nou ja, in Brussel zijn nog steeds de dingen, de oorlogsdreiging, ben wel 18 mensen opgepakt, maar ja, ik ben niet zo'n nieuwsvolger. Nou ja, ik ben wel een nieuwsvolger, maar op een gegeven moment is het bij mij wel over. Ik ben nog steeds niet bang voor die gasten. Dus, het zal ik niet worden ook. Nou, ik zie u vanavond, want ik weet niet of ik vandaag een rondje ga lopen of ander. Ik hoop dat u genoten hebt van mijn dorp. Ik ben vrij moe en ik moet even op een pakketje wachten, dus ik weet niet hoe laat het komt. En anders ga ik fietsen. Dus. Oké. Nou, ik wens u een... ik zie u later. Een goedenavond. We zijn aangekomen bij... Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond... een zalmfrittata. Met bieten... salade. Wat hebben we nodig? Wilde zalm, ongeveer 300 gram. 1 ui. Dille. 3 eieren. Een dressing van dille met komkommer. En natuurlijk een biet. Die ben ik vergeten op te leggen. Maar ik heb hem wel in huis. Dus... dat is het enige wat je nodig hebt.
De eieren worden geklopt en hier van de zalm snijden we kleine blokjes af. Dan gaat een beetje dillen in de opgeklopte eieren. En dan de uien in partjes, of tenminste in schijfjes, halve ringen, wat je maar wil. Je gaat eerst in de pan en dan de ui met het zalm en de dillen. Dus, nou, dat is alles. Nou, dan zie ik u zometeen aan tafel. Ja. Een goedenavond, we zitten weer aan tafel. En we gaan de dag eens even doorspreken. Er was een link neergezet op Facebook over Zwarte Piet. Dat overal Zwarte Pieten waren. Natuurlijk waren er weer van die betaalde boerroepers die het weer racisme vond en weet ik veel allemaal. Daar heb ik op geantwoord en dan krijg ik van iemand, ja, die zijn voornaam heet Soepe. Ja, Soepie dus. Surinaamse jongen, ik was gelijk weer een racist en ik was een oude man. Want ik ging niet met mijn tijd mee en wat kwam eruit? Hij kwam uit Suriname. Ja, nou blijft het altijd lekker. Op je bananenboot. Ga terug met je bananenboot. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ga niet een kinderfeest verpesten. Gelukkig was het hier niet zo. Hier waren alleen maar Zwarte Piet. Ja, ik ben er klaar mee, net als in België. Ik kan nog ineens meer over straat, omdat er een of andere school met zijn bomgordeltje onder al loopt. Nou, als het een kerel is, dan doet hij de bomgordel af en dan pakt hij een Kalashnikov. En dan gaat hij daar tegenover die politieagenten staan. Dan is het een kerel voor mij. Nu is het gewoon een lafgozer. En dat zijn ze allemaal. Die baarten, haardbaarten. Dus laten ze op zo'n manier in hun eigen land. Laten ze een kameel gaan neuken. Daar in Syrië. Maar gewoon waar kennis ze niet krijgen. Hè? Nee, dat worden allemaal seksslavinnen. Ik hoop dat ze allemaal aids krijgen. Wat heb ik als vanavond als... als diner. Nou, ik heb een frittata met zalm erin en dille. En ik heb daarbij een bietensalade van bieten en wilde spinazie met een dressing van dille met komkommer en mierikswortel. Dus nou ja, mierings wordt een beetje heet, dus weer een goede gasverbrander, of tenminste vetverbrander, gasverbrander. Dus, trouwens over gas, gas te spreken, ik vind het hartstikke koud. Maar ja, ik kijk gisteren, hoe heet het, Bert uit Mongolië. Daar zat ik even mee te skypen en hij zegt, heb je al gekeken hoe koud het, of hoe warm het hier is? Nou, als het warm is, dan stap ik op de trein. Dus ik ging ondertussen naar de weerkaart kijken. Mongolië, min 31. En dan zitten wij te klagen met min 2. Min 31. En dat was in de nacht. Tenminste, ja. Het is daar 2 uur later dan hier. Dus, en ook een dag later. Maar, 31 graden onder nul. Dat, nee. Dat is het, dat is voor mij te gek. Dus, ik blijf lekker in Nederland. Ik zou er graag willen wonen, maar ik kan niet tegen die kou, vrienders. Dan zou ik weer terug moeten gaan naar Nederland. Dan zit ik ook in de kou. Maar misschien heb ik ooit eens al veel geld dat ik in Mongolië in Spanje kan wonen. Dus, nou. Ik heb vandaag lekker getraind. En, ik
En voor de rest, ja, ik ben op Fiji geweest naar Appie Appie. Maar dat was hem. Ik heb alleen maar getraind vandaag. Maar wel veel calorieën verbrand. Alleen al met lopen had ik al 300 calorieën. Want ik had hem constant op 10%. Dat is hetzelfde als je naar de Chinese muur gaat. Dus, nou, ik zou zeggen een prettige avond en tot morgen.